Dit zegt hij in gesprek met de nieuwsdienst. De bewindsman merkt op dat hij uit respect voor de rechterlijke macht wacht op de uitspraak van de kortgedingrechter op de komende zitting. De artsen waren de vorige week in beraad en eisen een loonsverhoging omdat hun lonen niet meer toereikend zijn in deze moeilijke economische situatie. Zoals u weet is er een actie geweest van de RGD-artsen. En op een gegeven moment heeft de directie van de RGD het besluit genomen om een kort geding aan te spannen. In ieder geval om de rechter te laten oordelen of de actie van de RGD-artsen gegrond is of niet. Of wel op te dragen het werk te hervatten, aangezien er geen dringende reden was om direct zo in actie te zijn. Ik kan aangeven dat inderdaad, wat mijn informatie is, dat ik weet dat de rechter heeft gevraagd om het werk te hervatten. Maar dat er ook andere afspraken zijn waarvoor er nog een vervolgzitting zal zijn. Dus ik zal in het kader van in het respect voor de rechter en de rechterlijke macht ook weinig kunnen uiten over de voortgang en de ontwikkelingen binnen deze kwestie. Maar feit is wel dat de artsen het werk hebben moeten hervatten en dat wij in ieder geval conform het verzoek van de rechter werken aan een snelle oplossing. Ramadin zegt verder dat de vervolgzitting volgende week maandag plaatsvindt. De voorzitter van de vereniging van RGD-artsen, Robbie Ramotaar, zegt dat de vereniging voor nu een persstilte heeft ingelast. Hij zegt dat het advies van de raadsman is om nog niet naar buiten te treden met informatie.